Nederland en de Republiek Indonesië zouden door een unie verbonden worden. Maar de overeenkomst werd door beide landen verschillend uitgelegd. Er ontstond een gewapend treffen. Indonesische republikeinen vielen met wapens het gebied binnen waar de Nederlanders het gezag hadden. Ik kwam in Indonesië nadat ik in de Tweede Wereldoorlog twee broers verloren had die door de SS gemarteld en daarna doodgeschoten zijn op gruwelijke manier. En toen gebeurde het dat wij op een zuiveringsactie in een kampong, waar nog flink gevochten is geworden, een Indonesiër als krijgsgevangene kregen. Ik dacht dat het een militair was, maar dat staat helemaal niet vast. Hij was niet in uniform. Maar omdat ik hem niet verstaan kon, haalde ik er een tolk bij die altijd in zulke acties met ons meegaat. En ik vroeg, ondervraag die man. Het was mijn krijgsgevangene natuurlijk. Maar die tolk, die sprak even met hem. Kon ik niet verstaan. Maleis is wat anders dan Javaans. Toen smeet hij hem tegen de grond en zette zijn Tommy gun op zijn hoofd en schoot hem dood. Ja, ik schrok daar verschrikkelijk van. En die kreun zal ik nooit vergeten. Wat deed u met dat gevoel? Ja, dat ik denk zo zijn mijn broers misschien ook wel omgekomen. Ik werd gedetacheerd bij een militaire eenheid in een dorpje. En daar zag ik, ik meen al na twee dagen, het verhoren van een jonge Indonesische man die niets wilde loslaten. Wat er gevraagd werd, dat lag nogal voor de hand. En dat is wie en wat hij was. Wat zijn militaire onderdeel was, waar dat onderdeel lag, hoe groot het onderdeel was en wat de bedoelingen waren van dat onderdeel. En hij jokte niet. Hij zei helemaal niks. Wat toen meteen al grote indruk op mij maakte, dat was dat hij zijn ondervrager strak bleef aankijken. Want toen had ik daar al sterk het idee van, nou, dat zouden wij in 40-45 een grote verzetstrijder noemen. En toen en ik zei, werd het uiteraard slaan en schoppen. En hij blijft straks zijn mond houden. Hij probeerde ook niet iets te verzinnen. En toen werd hij aan zijn voeten gebonden. Het touw werd om de balk gegooid van het dak van de galerij. Hij werd omhoog gehesen en daarna hing hij dus voeten omhoog, hoofd naar beneden, boven een cementen vloertje. Toen werd er weer gevraagd van welk onderdeel hij was, enzovoort. En hij bleef zijn ondervrager maar aankijken. Dat heeft op mij onontwisbaar indruk gemaakt. En toen werd dat touw een beetje gevierd en toen kwam hij met zijn schedel terecht op dat cementen vloertje. En u kunt zich wel indenken dat dat geen prettig gezicht was. En hij bleef zijn mond houden. En toen werd het touw weer opgetrokken en weer gevierd. En dat hoofd dat kraakte wat harder. En er kwam bloed uit zijn neus en uit zijn oren. En hij bleef maar kijken. En hij zei niks. Kon u dat aanzien? Ik kon het enige tijd aanzien. En daarna heb ik me omgedraaid en dan ben ik weggegaan. Maar die man, die vergeet ik nooit. Die twee jongens die overbleven, die werden ondervraagd. En die werden kort daarop ter plaatse doodgeschoten als vermoedelijk de daders. En ik weet niet, ik ben daar... Standrechtelijk geëxecuteerd in feite. Ja, zo kan je dat noemen. Ik ben dus daar weggelopen. Ik ben niet zo'n held. Ik wil dat ook niet. Ik kan dat ook niet. Ik heb ze later wel zien leggen. En pas later realiseer dat dat niet kan natuurlijk. Werd er over gesproken? Nou, je had weinig gelegenheid om erover te spreken. Je was op dat moment meer zat je op de wagen dan dat je thuis was. En was blij dat je een keer je bed zag. En er gebeurde zoveel. Iedereen had zijn eigen verhaal, dus daar werd we misschien wat over gesproken, maar niet in de vorm van dit kan niet. We gingen weer terug naar ons uitgangskamp. Toen kwamen we langs een dorpje waar een wat groter huis in stond. Een gebedshuis kun je zeggen. Het was wat groter, het was wat hoger.
Het had een cementen vloer, het had een opstapje, het had een dak met pannen. En het had regelmatig wanden met houten planken. En we liepen er langs en een van onze mensen die ging naar binnen. En even daarna hoorden we zijn pistoolmitrailleur. De jongens die bleven staan. En ik ging naar binnen om te kijken wat er aan de hand was. En daar zag ik in het half duister. Ik was nog nauwelijks geadapteerd, aangepast aan het donker van dat huis. Zag ik de jongen schuin naar beneden in het rond schieten. Op knielende, hurkende vrouwen en kinderen en oude mannen. En dat was een gekrijs en gegil wat je je kunt voorstellen. En dat bloed, dat spoont aan alle kanten. En dat was een afschuwelijk bloedbad. Ik kan me nog herinneren dat mensen op hun knieën naar mij toe keken toen ik daar binnenkwam. En me waarschijnlijk vroegen met ogen groot van angst van help ons, wat is hier gedaan? En dat ik toen, ik kan me niet goed meer herinneren, ik geloof heel ernstig gewonde mensen hebben afgemaakt. We waren er met z'n tweeën in het huis, de rest bleef buiten. En ik kan me ook herinneren dat die jongens schreeuwden, pas wel een beetje op met het schieten en zo, want anders dan schiet je door de wand van het huis heen, ons in ons flikken. En dat was het. Toen we daarna met z'n tweeën naar buiten gingen, toen werd er weinig over gesproken. En ik heb tegen die jongen gezegd dat mij de zin daarvan ontging wat hij daar deed. En dat ik dat namelijk erg vond, dat was steeds nodeloos. En toen zijn we verder gelopen. Dat patrouille was misschien wat stiller dan anders, maar dat was het. Is er daarna nooit meer over gesproken? Nee, er is nooit meer over gesproken. Ik denk dat daar 35 tot 40 mensen zwaar gewond of gedood zijn. Een Nederlandse militair in Indonesië schreef: direct na onze tweede actie, begin 1949, werd de Indonesische guerrilla heviger. En dat viel tegen, want we hadden eigenlijk verwacht dat het rustiger zou worden. Dat verzwaarde de dienst. Meer patrouilles, meer wachtlopen, meer overvallen en meer verliezen. Meer wachtlopen, meer verliezen. Dat is dus wat scholieren nu nog leren over wat Nederlandse soldaten in Indië meemaakten. Hoe gaat een land om met de geschiedenis? De verhalen van Putte en Milai, die kennen we. Maar hoe zit het met Galung Galung? Op 1 februari 1947 eindigt een zuiveringsactie van de Nederlandse soldaten in dat dorp in een bloedbad. In ieder geval zijn de militairen gaan schieten op de bevolking. En daarbij zijn nog ongeveer 200 mensen omgekomen die dag. In totaal, aan het eind van de middag, om een uur of twee, werden 364 slachtoffers geteld onder de bevolking. Was dat ooit eerder voorgekomen? Op zo'n grote schaal niet. Er waren tientallen van deze operaties geweest, maar altijd was het aantal slachtoffers veel kleiner. 364 was extreem hoog. Kan dit volgens het oorlogsrecht? Dit kan natuurlijk niet volgens het oorlogsrecht. Nee, dit overtreedt alle regels van de conventies van Genève en het oorlogsrecht. In het militaire rapport van 20 februari 1947 wordt in het geheel geen melding gemaakt van de schietpartij in Galung Galung. De verantwoordelijke Nederlandse luitenant is nooit veroordeeld. Galung Galung is een van de symbolen waarmee aan de Indonesische bevolking, aan de jeugd, in de opvoeding, in de schoolboeken wordt verteld op welke manier de wreedheden van het koloniale apparaat zich hebben gemanifesteerd. Dus zijn voorgekomen in deze onafhankelijkheidsstrijd. Want zo kijkt men daar er tegenaan. En in Nederlandse schoolboeken staat er niets over? In Nederlandse schoolboeken staan de politionele acties genoemd en een aantal conferenties en verdragen. Wat dat betreft hebben wij dus de acties en het militaire geweld sterk op de achtergrond weggedrukt. Kapitein Westeling was commandant van Korps Speciale Troepen. Hij werd vooral bekend en berucht door de gewelddadige pacificatie, het herstellen van orde en rust in Zuid-Celebes, waarbij enkele honderden Indonesiërs werden gedood. Volgens Indonesische bronnen hadden Westeling en zijn manschappen ongeveer 20.000 mensen gedood. Het optreden van kapitein Westeling en zijn volgelingen werd fel bekritiseerd, maar anderen hadden juist veel bewondering voor zijn militaire optreden.
Kapitein Westerling, die geldt als symbool voor Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië, wordt in de eindexamenbundel voor het VWO in 1989 genoemd als iemand die leiding gaf aan gewelddadige pacificatie. Zijn optreden werd bekritiseerd, maar kreeg ondanks de 20.000 doden ook veel bewondering. Zo valt te lezen. Dat past dus in het beeld. Wij proberen dat verleden van ons af te houden. Daar willen we liever niet mee geconfronteerd worden. Dus we zoeken naar verzachtende termen. En er is geen twijfel aan dat volgens de normale maatstaven Westerling oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Die liet mensen oppakken en die schoot ze neer. Zoals nu gaat het weer over een rel waarvan de agenda bepaald wordt door die groep veteranen. Die dat na 50 jaar maar niet kan verwerken dat wij dan fout zouden. En dat we dan wel eens vervelende dingen gedaan hebben. Het is voor mij een vorm van onvolwassenheid die ik moeilijk kan invullen. Maar geloof het of niet, voor de hele wereld geldt oorlogsmisdaden. Alleen voor Nederland geldt het non-woord excessen. Een uitzondering en een betreurenswaardig drama. Wat we niet zo bedoeld hadden, een incident. Voor Gods eigen volk, de Nederlanders aan de Zuiderzee, zijn dat maar excessen. Aldus Joop Hütting. Hij was de man die in de jaren 60 als eerste het Nederlandse optreden in voormalig Nederlands-Indië aan de kaak stelde. Meneer Hütting, u stelt dat Nederlandse militairen oorlogsmisdaden hebben begaan in Indonesië. Wat hebt u er zelf van meegemaakt? Wat hebt u ervan gezien? Waar hebt u zelf aan meegedaan? Ik heb in Indonesië destijds 2,5 jaar gezeten als militair bij de infanterie, onder andere bij de inlichtingendienst. En ik heb daar meegedaan aan oorlogsmisdaden. Ik heb ze zien verrichten. En om daar een paar voorbeelden van te geven, kan ik u vermelden dat er kampongs doorzeefd werden, waarvan de militaire noodzakelijkheid niemand destijds inzag. Dat er verhoren plaatsvonden waarbij op een afschuwelijke manier gemarteld werd. Waarvan ook de militaire noodzaak moeilijk aan te tonen zal zijn. Dat er wraakacties gehouden werden waarvan even minder militaire noodzaak in te zien was. Bijvoorbeeld om u te vertellen, we kregen krijgsgevangenen en die krijgsgevangenen werden meerdere malen neergeschoten. Waarbij dan de kreet was, ga jij maar pissen. Waarop de mensen zich omdraaiden en in de rug neergeschoten werden. Waren dat incidentele gevallen of zegt u dat heb ik vaak meegemaakt? Dat waren geen incidentele gevallen, dat was de normale gang van zaken. En hoe ging dat dan toe met zo'n patrouille of zo? Hoe moeten we ons dat nou voorstellen? Dat zo'n groep Nederlandse soldaten daar door de oerwouden trok en dan, ja, hoe verder eigenlijk? Dat moet je zo voorstellen dat we daar over het algemeen naar ons gevoel te weinig militaire sterkte, laten we zeggen een gehavend peloton in plaats van 30, 40 mensen, 15 à 20 mensen, op patrouille gingen voor een halve dag of langer of korter. En daarbij dus vijandelijk vuur kregen, mortiervuur, geweervuur, vuur van automatische wapens. Waarbij we van kampong naar kampong sprongen. Kregen we dan mensen in handen, dan zaten we daar vaak om verlegen. Wat moeten we met die mensen doen? Die mensen die kunnen we meenemen, maar dat kost ons vuurkracht. Die moeten bewaakt worden. En dat wordt vaak zo, vooral op de langere patrouilles, dat we die mensen afmaakten. Dat is een duidelijk voorbeeld van een oorlogsmisdaad die je nog kunt voorstellen. Het is ook wel eens zo geweest dat we dermate knel kwamen te zitten en van alle kanten zwaar automatisch vuur kregen, dat we hele series krijgsgevangenen afgemaakt hebben. Maar een heel ander geval is van oorlogsmisdaad, als we die term even mogen nuanceren, dat er jongens bijliepen die, terwijl er geen vuurcontact was met de vijand, dat er een boer langskwam en prut, die neergeschoten werd. Een ander voorbeeld kan ik me herinneren, dat is dat we via verschillende kampongs aanlanden in een kampong waarin in het midden een wat groter huisje stond met houten wallen, houten muurtjes.
twee van onze jongens, een korporaal en een soldaat, gingen daar naar binnen toe. En de korporaal die schoot daar zijn Schmeisser, een pistoolmitrailleur, leeg. Ik ging naar binnen en ik zag daar in het schemerdonker 15, 20 mensen, vrouwen, kinderen en mannen, gehurkt op een hoop zitten. En toen ik er aan gewend was, zag ik daar het spuiten van de slagadelijke bloedingen, het gegil, doodsnood en de doodskreten van die mensen daar in dat huisje. En die jongens buiten die schreeuwden naar ons, zeg, kijk alsjeblieft een beetje uit, joh, want je schiet door die muur heen naar ons en dan schrikken. Een ander geval was dat we patrouille liepen zonder dat we vuurcontact hadden. Dat we mensen tegenkwamen. Waarschijnlijk boeren. En dat de jongen ineens zijn oude gun erop zette. Prut. En de commandant van de patrouille zei, ga alsjeblieft uit met die flauwekul. Dat zijn geloof ik oorlogsmisdaden. Ik zou bijna zeggen een andere sector is het verhoren van mensen die krijgsgevangen waren gemaakt en meegenomen werden naar de hoofdpost. Die mensen die werden verhoord en die verhoren die waren niet zo leuk. Dat begon met slaan en trappen. Als de mensen niks zeiden of iets zeiden waarvan we dachten dat ze ons iets op de mouw spelden. Dat ging, het zijn via tolk, het zijn gebrekkig Maleis. En ze worden vooral hard aangepakt wanneer we dus papieren vonden. Waarop dus indelingen stonden van tentara's, van legerafdelingen. Na het slaan en het trappen werd ook wel de veldtelefoon gebruikt. Waarbij dus de draadjes verbonden werden aan de geslachtsdelen. Waarbij een stroompje werd opgewekt door aan de veldtelefoon te draaien. Dat is een klassieke methode, schijnt het te zijn. Waarbij de mensen dus krimpen van de pijn en urine laten lopen. Ja, die patu mengita, Indonesia kabangsa angku, kabangsa ang tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Jullie was niet kloppen. Schieten, ham, ham, schiet, schiet, schiet. Ik zeg, ik denk er niet aan. Het schoot niet klaar. Ja, ik heb ook heel wat waarschuwingen gehad. Nou, die gewond waren, die bleef liggen. Ook erg. Ja, ze werden nog beroofd dikwijls. Hé? Ja, ik heb collega's gehad die nog aan zijn laag te... Nee. Ja, nou. Soms dag in dag uit en soms was het weken rustig. Daarom, wij mogen als Hollanders niks goed praten. Het fout was fout, klaar. Ja, daar heb ik schuldgevoelens over. Ik ben medeschuldig, klaar. Ik had wel kunnen weigeren, maar ging de gevangenis in. Ik kan me nog herinneren dat we op een patrouille waren in Ngawi naar Kotjali. We hadden twee ploppers gevangen. En die ene, het was nog een joch van mijn leeftijd, 20 misschien. Misschien een wel jonger. Maar net al. Nou, ik zeg, als we vlakken de vos zijn, dan geef ik een stoot in je rug en neem je de benen, hoor. Oh ja. Het is gevlucht, maar heb ik in de lucht geschoten, net alsof ik... Ze vochten voor hun vrijheid. We hadden in Indonesië niks meer te maken. In Indonesië was het vrijgemaakt door de Japanse capitulatie. Maar wij wilden dat prachtige volk weer onder ons... Ja. Nooit mogen doen. Nu dan maar de gevangenis in, maar nooit meer. Ik had het nooit moeten doen, maar ja, dat is. We hadden een vuurpeloton, hè?
Hmm. En een van die jongens van het vuurpeloton, die lag onder mij. Ik lag erboven. Werd ik wakker s'nachts. Ik denk, zal ik hem helemaal verrot slaan? Zo'n vuurpeloton, je weet wat het is, hè? En dus zijn schoenen had ik onder het bed een stuk weggegooid en het nijd. Iedere plopper was schuldig, vonden wij. Dus die uiteindelijk kregen ze allemaal de kogel? Ja, ongetwijfeld. Nou, ik heb er eens een keer bij gestaan, ik erachter soms zo. Nou, ik kon ze wel uitschreeuwen. Waar was die? Mag ik je geweer even hebben, Toan? Ja hoor, hier. Neem ik jouw kleding. Ja, die kreeg ik schoten weer op. Daar moet ik ook een foto van hebben. Die bovendijbeen hier en één in de bos. Maar ik was zo genezen. Ik vond het helemaal niet zo erg. Dat is zo gek. Ik vond hier in de gevangenis vond ik heel prettig werken. Nou, dan kon je iets voor die mensen doen. Je kon wat eten en drinken extra geven, weet je, aandacht geven. Schuldgevoel afkopen. Wat? Je schuldgevoel een beetje... Ja, kon je schuldgevoel een beetje kwijt. Want het waren geen boef hoor. Of... Nee, helemaal niet. Ze vochten voor hun vrijheid. En die wilden wij hun ontnemen. Nou zeg... Indonesia, Kabangsa Angku, Kabangsa Antana Ahirku, Merila Kita Bersatu, Indonesia Bersatu. Indonesia Raya, Merdeka is vrijheid. Indonesia Raya, Merdeka. Indonesia Raya, Merdeka, Rayatku, Indonesia.